Nou, er zijn verschillende varianten. We kunnen colleges live streamen, we kunnen colleges opnemen en later beschikbaar stellen. De docenten kunnen ook thuis gewoon met hun eigen laptop een college opnemen en voor de studenten beschikbaar stellen. Dus er zijn allerlei varianten en daar zijn we nu heel erg aan het opschalen om dat voor iedereen mogelijk te maken.